Good morning op de verjaardag van Jeno. Jeno is vandaag jarig. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoeveel jaar word je nu? Ik ben nu 26 jaar geworden. En hoeveel jaar voel jij je nu? Oh, ik voel me al te jonger eigenlijk. Oké, dat is wel goed. Dat wel. Ja, ik voel me niet oud. Nee. Al voel ik soms wel een beetje meer mijn rug en een beetje meer mijn nek en mijn voeten en zo. En ook een beetje dikker geworden. Ja, ja. Ja, de leeftijd doet mij niet goed eigenlijk hoor. Nee. Maar ik voel mij innerlijk voel ik mij nog altijd jong. Oké, dat is wel leuk. Jonger dan 26 toch? Ja. Ja. Okay. Alles is natuurlijk altijd een mooie jonge leeftijd. Je bent natuurlijk ook nog maar net 26, hè? Dus ja. Ja. Ik ben geen kwart eeuw meer. Hè? Nee, je bent al ouder. Ja, een jaartje ouder. Maar het voelt wel goed, het is leuk. Ben er blij mee. Het is natuurlijk wel een werkdag voor mij. Ja. We zitten hier nu bij Geoti, ons koffie- en theehuisje. We staan in de keuken trouwens. Het is 8 uur 's ochtends. Het is nog vroeg. Er komen straks wat klanten, dus eigenlijk iedereen die komt vandaag, die komt een beetje mijn verjaardag mee vieren zeker. Ja. Zonder dat ze het zelf weten eigenlijk. Ja, jij mag werken voor die mensen op jouw verjaardag. Ja. Vind jij jammer? Langs de ene kant wel. Ik heb vroeger altijd er een zaak van gemaakt om op mijn verjaardag niet te werken. Ja. Maar ik vind als je een horecazaak hebt, dan, of een eigen bedrijf of weet ik veel wat, dan heb je dat niet allemaal zo in de hand. Dan kan je dat, allee, ik bedoel... Er is niet dat er iemand mijn werk zomaar kan overnemen. Dus nee. Als ik er niet ben, dan loopt het hier wel helemaal mis. Ja. En als ik er niet ben, dan ben jij... Dat denk jij dan, hè? Dan zou jij er eigenlijk ook moeten bij zijn om iets leuks te gaan doen of zo. Maar dat vind ik nu niet erg om het eventjes uit te stellen. We gaan op een hele leuke vakantie in september naar Orlando en dan... Ja, dan gaan we sowieso al leuke dingen beleven. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Maar... Dat is voor mij eigenlijk wel mijn verjaardagstrip dan maar. Maar we gaan wel vanavond ook nog iets leuks doen. Dat weet je al, dat we vanavond gaan eten bij Wolf's Tea met dan nog 2 for 1. En ik heb ook nog een klein cadeautje. Het is niet zoiets super groot. Eigenlijk wou ik super graag een weekendje Londen doen, maar dat is gewoon belachelijk duur. Zeker nu dat Orlando in het verschiet staat. En Jeno weet dat ook. Ja, ja. Van, dus het is eigenlijk iets anders geworden en Londen gaan we gewoon een andere keer doen. Okay. En dit is Brianna's cadeau. Het ziet er klein uit. En het is ook eigenlijk klein. En het is totaal helemaal niet hetgeen wat ik wou, maar... En wat is het? Dat moet jij lezen. Een 3-daags arrangement. Ja. In Arlon. Ja, in Arlen. In Luxemburg. Oh, oké. Okay. Wat dus, leuk. Ja. Kijk toch. Ja, wanneer? 5 augustus tot 7 augustus. Dat is... 2 dagen. Oh my god. Leuk dag. Ja. Oh mijn god. Ik ook van jou. Onze ontbijters hebben net ontbeten. En nu is het aan onszelf om te ontbijten. Er lagen wel net iets meer koffiekoekjes op. Maar die hebben al opgegeten. Ik heb zo'n lief kaartje gekregen. Van mijn mimetje. Met mijn oma. Ja. En opa. Een kaartje over kleinzoon. Zal ik het zo lezen? Ja. Jarige kleinzoon. Voor een lieverd zoals jij. Kleinzoon, je bent een kanjer. Speciaal wat lieve woorden waarmee je wordt omarmd. En, ook moet eventjes gezegd, jij bent bijzonder en hoe fijn. Het is geweldig, echt, het is zo leuk om grootouder van jou te zijn. Oh, ja, dan ben je ook nog eens allemaal lieve woorden. Ja, daar ben ik heel erg blij mee. Echt heel erg lief. Dat is echt zo'n heel mooi kaartje, vind ik. Het wordt ook niet meer zoveel gedaan, kaartjes gestuurd. Hè. Ja, oma doet dat nog wel altijd. Mijn oma doet dat nog altijd, maar ik moet wel eerlijk bekennen, ik schrijf zelf geen kaartjes meer. En meestal is dat een ongeschreven regel, hè. Als je zelf geen kaartjes meer stuurt, krijg je er ook geen meer terug. Dus dat is allemaal zo, hè. Maar ik ben wel heel erg blij met het kaartje van mijn oma, toch wel. Het is toch en je opa ook, hè? Ja, oma en opa natuurlijk, mijn grootouders. Hè. Ja. Ja, toch echt, dat is heel leuk. Ook op mijn verjaardag ben ik gewoon aan het monteren, aan het werk. Dat hoort er nu helemaal bij. We hebben nu helemaal een druk leven en daar horen heel wat klusjes bij. En als ik dat te lang laat slaan bakken, dan stapelt alleen maar zich op zoals deze bakken. En dan wordt om de duur te hoog tot aan het plafond en dan is het niet meer doenbaar. Dus elke dag moeten we verder monteren en elke dag moeten we weer verder mailtjes sturen. En elke dag moeten we ook weer verder werken in onze horecazaak. En vandaag is het een beetje rustig. Het is echt, het is kalm. Et voilà. Het licht gaat uit.
bij Geotiels Café en Steeasje zijn gesloten. We zijn trouwens ietsje vlugger gesloten. Dat is nu net 4:15. Maar er kwam gewoon niemand. Ja, normaal is het om 6:00, maar er kwam gewoon niemand. Jeno is vandaag jarig, dus ja, mogen wij zelf toch ook wel een keer iets leuks doen? Vind je ook niet? Dat ik ga mij zelf eens scheren. Ja? Ja, het is nodig, hè. Ja, ja. En mijn mama kwam straks ook iets anders aantrekken. Ik heb nu nog een korte broek aan. Ja. En jij ook? Het is koud, hè. Ja. Het is fris. Dus ik ga ook een lange broek aantrekken en misschien iets mooiers aantrekken, een hemdje of zo. Ja, maar pas voor vanavond, hè? Ja, voor straks eigenlijk toch, hè? Ja. Hoe laat moeten we zijn in het restaurant? Om 7:00, dus we hebben nog even tijd. En kijk, Jan is op bezoek. En mama is op bezoek. Hallo. Ik heb een kaartje gekregen. Ja, voor je verjaardag. Met een cocktail op. Ja. Veel alcohol. Ah. Dat zat erbij. Dat is leuk, hè? Ja. Super gelukkige verjaardag, Jeno. Geniet van je dag. Veel geluk en succes verder samen met Jolien. Gelukkige verjaardag. Oh, dat is leuk, hè? Ja. Heel erg lief. Dankjewel. Ja. Ik ben heel erg blij. En we eten ook nog een ijsje. En mama heeft ook taart en ijsje. En Jeno die wil niet. Ja, we gaan straks nog gaan eten. Dus ik heb nog geen zin in allemaal iets te eten. Ja. Ik zal iets drinken. Ja, dat is een goed idee. Een non-alcoholische cocktail. Non-alcoholische. Dat is een goed idee. Dankjewel, alle twee. En nu zitten we in de auto. We zijn onderweg naar Wolfstee. We gaan daar gaan eten met 2-for-1. En terwijl zien we hier een auto met dan daarop een speelhuisje, de grappig. Mensen hebben een huis gekocht. Ja. Ze kunnen hem zelfs meenemen. Fijn. Dat is een caravan. Ja. Bij het restaurant hebben ze hier ook nog olijfbomen. En dat verkopen ze hier. En ze hebben ook nog een minigolf. Ja. Hier allemaal zo. Kijk tof, hè? Je kan zelfs olijfbomen huren. Ah, oké. Okay. Kijk grappig. Het zijn mooi, hè? Ja. Dat is hier een heel mooi setting, hè? Prachtig hoor. We hebben onze alcoholvrije mojito besteld. Ja. Is het lekker? Hoe zijn we vergeten de chink te doen? Oh ja. Schollekes. Schollekes op jouw verjaardag. Is lekker. Ik heb een salaatje met van alles, met wat groentjes. Ik weet niet wat er in de kamer op ligt. Ziet er goed uit. Ziet er wel lekker uit, ja. En ik heb een salade geitenkaas. Ja. En nu een groentesoepje als tussenrecht. Ja. Mooi, hè? Ja. Wauw. Alsjeblieft. Lukt het zo? Ja. Proficiat, hè. Ja, dank je. Kijk eens hier. Mooi, hè? Vuurwerk aan tafel. Ja, hè? Gelukkige verjaardag, schatje. Oh. Zo mooi, hè? Heel leuk. Ja, we hebben hier ook nog ons dessertje, een crème brûlée. Ja. Smakelijk. Heel leuk. Ja, het is een gezellig zaakje, hè? Mooi, hè? We hebben ervan genoten. Hier binnen ziet er ook wel heel gezellig uit. Toen nog eens voor terugkomen, hè? En ze hebben leuke vogelhuisjes. Ja. Hey, dat was gezellig, hè? Super gewoon. Heb je een fijne verjaardag? Ja, ik heb echt een leuke verjaardag gehad. Echt wel. Ja. Het was lekker eten. Het was een gezellige sfeer. Dat stukje werken was misschien niet zo leuk vandaag. Ja. Maar ondanks alles heb ik er echt wel van genoten van deze dag. En ja, ik ben weer een jaartje ouder. Dat is toch wel... dat is toch wel wat, hè. Dat is toch wel weer als iets bijzonders, hè. Ja. Ik zit echt zo, ja. Allee, vorig jaar zei ik het al, hè. Nog eens 25 jaar erbij, dan ben ik 50, 50, hè. Je dan nooit 50, maar je 75, hè. Het gaat zo snel, hè. Ja, ja. Ik merk het echt, het leven gaat zo snel voorbij. Maar ik zei nog, we waren net nog aan het praten van jou. De vorige keer, zeiden we tegen elkaar, was met Bassie en Adriaan erbij, hè, weet je nog? 2 jaar geleden. Maar dat is dus al 2 jaar geleden. Ja. Ja, vorig jaar was ik ook aan het werken op mijn verjaardag. Ja, ja. Ik weet al dat we dat samen hebben gedaan, maar ik denk gewoon, ik weet dat niet meer. In ieder geval, ik vond het wel weer al heel fijn. Ik kijk er ook weer al zelf ook wel naar uit om jouw verjaardagscadeau
mee te gaan gebruiken. Ja, we gaan dus nog 3 dagjes naar Luxemburg. Kijk echt al heel erg naar uit. En drie dagen. Ja, en voor de rest, ja. Dat zit eraan te komen, hè. Dat is niet morgen, maar dat is dan de dag daarna. Ja. Dus overmorgen gaan we naar Luxemburg, dat is al heel snel. Ik vind dat wel heel erg leuk, dat zo op een korte tijd al eraan zit te komen. Ik was daar wel eventjes door geschokt zo, van wow, Maar uiteindelijk vind ik het wel een heel leuke verrassing. Zo'n verrassing kan alleen maar van Jolien komen. Oh. Zoiets heel erg impulsiefs, heel snel, kort op de bal. Ja. Het leven gaat al snel genoeg voorbij. Dus dat. Ik heb vandaag ook weer vreselijke dingen gelezen in de online krant over mensen die plotseling dood zijn en zo. Allee, we gaan nu niet over die maar gewoon te zeggen, van het kan in een keer zo gedaan zijn. En het leven is voorbij. En dus geniet ervan. Zolang het nog kan. Gewoon geniet van elk moment. Elk moment. Ja, en het komt altijd goed. Ja, zo denk ik er ook over. En we zien jou heel graag morgen weer. Trouwens, ik ga hieronder ook nog eventjes in de omschrijving de link zetten van Wolfstee in Herentals. Wat je supervoordelig kan boeken via 2-for-1. Ja. En zie jou morgen heel graag weer voor een nieuwe vlog van Jeno zijn niet verjaardag meer. Tot dan. Ciao. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.